je zou toch opkijken als je ineens, als je morgen de krant openslaat en het blijkt dat onder leiding van Rutte dat er tientallen invloedrijke Nederlanders doodgepaft zijn. En dat zou het, ja, nou ja, jij lacht erom en terecht. Het is in Nederland zo totaal ondenkbaar, voor compleet ondenkbaar. Hè? We waren al verbaasd over die vertoning in Washington. Hoe heet het? De Capitool. Ja, op 6 januari was dat toch? Ja. Het van Rossum, kunt u mij horen? We zijn bezig met Adolf Hitler. Mein Kampf, zo kwam hij. Mein Kampf, hij is veroordeeld. Hij komt na jaren weer vrij. Hij heeft dat boek geschreven. En eigenlijk in de jaren 20 stelt dat partijtje niks voor. Als je even kijkt naar verkiezingen, dan zien we dus dat in, zeg maar, 1928, dus dat is voordat de economische crisis begint en alles in Duitsland nog redelijk lijkt te marcheren, zei het dat Stresemann dat jaar volgens mij overlijdt, kan ook het jaar daarna zijn, krijgt die NSDAP 2,6% van de stemmen. Dus dat is echt, stel echt geen reet voor. Een beetje zoals al die partijtjes in het Nederlandse parlement. Het is een volstrekt marginaal politiek verschijnsel. Dan begint die crisis. Niet waar? En dan, dat is ook zo'n ellendige zaak in deze periode van de Weimarrepubliek. Er zijn alsmaar verkiezingen. En het probleem is dat Hitler een meester was van verkiezingspropaganda. Hij was zoals dat in Amerika heet, een great campaigner. Hij was de eerste campagnevoerder die een vliegtuig gebruikte. Dus hij sprak 's ochtends in Hamburg, hij sprak in de loop van de middag en dan over en hij sprak, wat lastig te doen, als ik me heel erg hard rijden met de auto, wil je dat lukken? En 's avonds sprak hij in München, waarvoor hij een vliegtuig gebruikte. Hitler was altijd een groot liefhebber van de moderne techniek. Hij was ook een groot autoliefhebber. Hij heeft nooit een rijbewijs gehaald, maar hij was gek op auto's en mocht graag met autotechnici praten over, nou, we hebben dat moeten we ook nog aan de orde stellen. Hitler, de Volkswagen is een creatuur van Hitler. Zonder Hitler had er nooit een Volkswagen bestaan. En als je weet dat wij nu in een Audi zitten, niet waar, die in feite een onderdeel is van het enorme Volkswagen concern, nou, en dat Auto Union eigenlijk bestaat uit een reeks van Duitse autofabrieken die eigenlijk allemaal op de fles waren gegaan in de crisis en samen zijn gevoegd in de Auto Union. Die pas veel later is dat pas onderdeel geworden van het VW-concern. Maar goed, dit is dan misschien niet direct een... Indirect wel, ja. Audi, ja. Audi is eigenlijk, was eerst Horg, hè. Hoor. En toen ging die zaak failliet en toen is de oprichter van Horch, die heeft weer met een nieuwe fabriek begonnen, die heet Audi. Ja. Wat in het Latijn is, luistert. Hè? Horch, Audi, in feite betekent het hetzelfde. Dat is toch verschrikkelijk, zoals wij afdwalen van onze thematiek. Dus we zitten in de creatie. Ja, we zitten. Maar daar zijn trouwens, dat moet ik wel even zeggen, er zijn heel veel reacties. Want op een gegeven moment heb je een keer ergens, was één keer iemand die had daar kritiek op het afdwalen. En toen is er een soort van tegenstem, een proteststem gekomen om het vooral wel te doen. Dus, en dat, flink afdwalen. Ja, flink afdwalen wordt op prijs gesteld. Ik weet niet hoeveel berichten. Ja, ik moet bekennen, ik hoef daar helemaal geen moeite voor te doen. Nee. Want het heeft iets met je hersens te maken. Ja, als ik over dat programma met de muis, waar jij volgens mij over begon. En dan denk ik ineens aan dat die enorme wandschildering van die muis in Prora. Dat je daar op de hoek komt, omdat het zo totaal onverwacht is. Ja. Is dat een beeld dat wat je in je hersens blijft steken. Goed, er worden alsmaar verkiezingen. Zijn alsmaar verkiezingen. En nou ja, in 1930... wordt de NSDAP al een veel en veel grotere partij voor te winnen. Zijn zo'n 18% van de stemmen. Dan zijn, ik weet niet of ze dan al de grootste zijn, maar het zal niet veel meer schelen. En dan tenslotte in 1932, begin 32, winnen ze 37% van de stemmen. Dan zijn ze verreweg de grootste partij geworden. Maar houd in de gaten, 37%. Dat is in feite ongeveer 1/3 van het electoraat. Onder normale omstandigheden, bij normale verkiezingen, heeft de NSDAP, hebben de nazi's nooit meer gekregen dan die 37%. We
zullen zo zien dat ze nog wel wat meer hebben gekregen, maar dan zijn ze in feite al op weg naar de dictatuur in feite. 37%. Dit speelt zich af begin 32. Dan zitten we uiteindelijk weer verkiezingen, eind 32. En voor het eerst verliest de NSDAP. Maar niet gigantisch, maar toch, het brokkelt af. En allerlei deskundigen zien hier wel een eendagsvlieg. Laat ik niet nou nog eens een keer al die eendagsvliegen in Nederland erbij halen. Het is een eendagsvlieg, het brokkelt weer af. Ze hebben uiteindelijk, afgezien van wat propaganda en slogans, hebben ze niets te melden. Maar op dat moment, en dit is een zaak van wezenlijke betekenis, realiseert de conservatieve Duitse elite, kijk, nu zouden we de NSDAP kunnen gebruiken om de Weimarrepubliek om hals te brengen. Die waren altijd al falikant tegen de Weimarrepubliek geweest en die waren voorstanders van een uitgesproken autoritaire vorm van regering. Hitler was zelfs wel eerder benaderd om zou die mee willen doen aan zo'n conservatieve coalitie. Hitler had altijd gezegd, nee, ik doe allemaal onder één voorwaarde mee, namelijk dat ik de kanselier worden. Dat is het ene. En nu dachten ze in conservatieve kring, nou ja, ze zijn nu aan de verliezende hand. Dus ze zijn eigenlijk wat zwakker. En nu kunnen we ze gebruiken om in feite de... Ja, daar wordt nu luidruchtig geschreeuwd buiten. Je weet eigenlijk haast al wel zeker dat het studenten zijn. Het zou ook de jeugd van Harskamp kunnen zijn, maar waarom die naar Utrecht zijn gekomen op zondag is mij duister. Dus Hitler wordt weer benaderd, er worden allerlei gesprekken gevoerd en waaratje, er komt nu een coalitie en Hitler wordt de kanselier. En von Papen, die de manipulator achter de schermen, die zegt ook tegen Hindenburg, want degene die alsmaar bezwaar had gemaakt tegen Hitler was Hindenburg, de president van de Weimarrepubliek. Die zag het dus eigenlijk goed. Oorlogsheld. Nou, uiteindelijk niet zo goed. Hindenburg had altijd gezegd van nee, ik moet die gefreiter uit Oostenrijk, die wil ik niet hebben. Wat is dat voor flauwekul, zegt dat. Dan moet er op zijn minst, moet je toch officier in het leger zijn geweest met deze prutser, die daar ben ik niet in geïnteresseerd. Maar goed, Hindenburg, omdat ze wordt een beloof van, we pakken die Hitler volledig in, die is gewoon een instrument van onze politieke wensen, dus hoef je helemaal niet druk over te doen. Ja, Hindenburg gaat akkoord, de gefreiter uit Oostenrijk wordt de kanselier van Duitsland. En eigenlijk ook weer onderschat. Het hele wonderlijke idee dat ze Hitler gehuurd hadden om dit klusje op te knappen, daar bleek natuurlijk geen ene malle moer van te kloppen. Want de SA en ook de NSDAP start eigenlijk een vrij omvangrijke nationale terreurcampagne tegen links. Die bovendien vergemakkelijkt werd door het feit dat Göring was de minister van Binnenlandse Zaken in de Republiek Pruisen. Hè. Ook toen was Duitsland een federaal land. En de politie van de Republiek Pruisen die werkte eigenlijk met die terreurcampagne mee. En als ze al niet meewerken, kijken ze de andere kant op. Dus die SA en die partijleden, die konden in feite hun gang gaan. En dan gebeurt er iets heel ongelukkigs. Namelijk, de Rijksdag fikt af. De bekende Rijksdag brandt. Begin 33. Hitler zo is in de laatste dag van januari 33 is die kanselier geworden. Een rampzalig moment. Maar dat wisten we toen ook nog niet. De Rijksdag fikt af en je begrijpt, onmiddellijk werd gezegd dat hebben de communisten gedaan. Er werd ook altijd gezegd, dat hebben de NSDAP heeft de cellen aangestoken om. Dat was een klassieke interpretatie. Dat is allemaal nauwkeurig uitgezocht en nu is, dacht ik, toch de communist opinie onder historici. Het is aangestoken door Van der Lubbe. Een Nederlandse timmerman die hoopte door de Rijksdag in de fik te steken eigenlijk het Duitse proletariaat in beweging te zetten. Nou ja, tot op zekere hoogte is dat op een gruwelijke wijze is dat gelukt. Want iedereen was verbaasd dat hij zijn eentje eigenlijk die Rijksdag in de fik had kunnen steken. Ja, ik weet niet precies hoe hij het gedaan had, eerlijk gezegd. Er is nog een tijdje een monument geweest voor Van der Lubbe, vlak bij de Rijksdag, maar dat hebben ze verplaatst volgens mij naar
een locatie waar je het niet meer zien kunt. Of in ieder geval heeft het er maar heel even gestaan, dat weet ik ook niet precies. Ja, de Rijksdag fikt af en je begrijpt dat de nazi's, die zijn waarde dol, zie je wel. Het is chaos in het land, die links hebben nou de Rijksdag in de fik gestoken. Dat is. En die dienen een machtigingswet in het parlement en die machtigingswet wordt aangenomen. En dat is eigenlijk het begin van de Duitse dictatuur. De dictatuur onder leiding van Adolf Hitler. We moeten zo ook nog even bespreken. Wat voor beweging was eigenlijk het nationaalsocialisme? Is dat toch een vorm van fascisme? Of is het een soort extraatje van, een soort van overtreffende trap van het fascisme? Maar goed, dat moet ik niet vergeten om dat te bespreken. Machtigingswet, in feite dat nogmaals, dan begint de Duitse dictatuur. Maar, en de macht van de NSDAP, daar worden weer verkiezingen gehouden. Nu wint de NSDAP, die wint 47% van de stemmen. Nog steeds niet, nog steeds minder dan de helft. Maar dat waren toch wel weer, dat waren gemanipuleerde verkiezingen. Je had toen nog niet van die commissies die gingen kijken hoe eerlijk het toe ging bij dit soort van zaken. Maar je kunt ervan uitgaan dat dat gemanipuleerde verkiezingen waren. Dus ja, nu is de NSDAP is aan de macht en Hitler wordt in feite, er zijn nog maar 3 machtscentra waar hij iets van te duchten heeft. En dat is de president leeft nog, Hindenburg. Dat is de SA, dat is zijn eigen stormabteilung die hij zelf ook geïnitieerd had ooit lang geleden. Een soort van semi-militair apparaat van de partij wat de partij moest beschermen tegen linkse oproerkraaiers. En het leger natuurlijk. Hindenburg, ik moet zeggen, is heel gewillig geweest. Die gaat in 1934 dood. Hitler was toch zo bang voor Hindenburg. Dat eigenlijk in die tijd dat Hindenburg nog leefde, is de enige tijd dat hij 's ochtends op tijd in zijn bureau was. En je begrijpt voor iemand die zijn hele leven was opgestaan tussen 11 en 12 's ochtends. Was dat een immens offer. En zodra Hindenburg dood is, niet waar komt hij helemaal niet meer. Hitler was geen bal geïnteresseerd in de dagelijkse gang van zaken. Dat werd door allerlei andere lui gedaan. Daar moeten we het zo ook even over hebben, over de aard van de Duitse dictatuur. En het leger. Nou ja, het leger dat blijft natuurlijk een factor van belang. Je kunt zelfs zeggen dat tenslotte het leger natuurlijk in 1944 een soort aanslag op hem gepleegd heeft. In de vorm van Stauffenberg-bom. Maar het leger werd natuurlijk ook deels wel aangepakt. Maar het kreeg natuurlijk allerlei hele mooie taken en veel meer geld. En het kon een heel moderne apparatuur op de been brengen. Die generaals hadden wel hun twijfels, zo nu en dan, en ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar toch, ze hadden wat te doen. Zo kun je het toch wel beschrijven. Wat betreft de SA, dus de Sturmabteilung, dat was toch wel een bedreiging, want die vonden het verder mooi dat Hitler kanselier was geworden, maar ze vonden de politiek die werd gevoerd niet links genoeg. De SA, dat hebben we, zit in het NSDAP, zit nationaal socialistisch. En zij vonden het helemaal niet socialistisch genoeg. En er was in toenemende mate kritiek uit de SA en ook van Röhm, de leider van de SA, op Adolf Hitler. En dat leidt allemaal bijeen tot het eerste moment waarop je vrij goed kon zien wat een ongelooflijk gewetenloos en gewelddadig gezelschap dit wel niet was. Namelijk de beroemde Nacht van de Lange Messen. Overigens, ja, als mensen nu denken dat dat allemaal met lange messen gebeurde, dat is meer een symbolische kreet dan iets anders. Want in de Nacht van de Lange Messen worden eigenlijk alle min of meer prominente tegenstanders van de NSDAP en van Adolf Hitler worden vermoord. In totaal tientallen, nog geen 100 geloof ik, maar toch allerlei prominente lieden. He, dus bijvoorbeeld de voorganger van Hitler als kanselier wordt vermoord. Röhm wordt vermoord. Wie deed dat dan? Dat deed de SS. De SS was, dat is Schutzstaffel. Die was er toen al? Ja, die was er toen al. Die is begonnen als een soort van particuliere bewakingsdienst van Adolf Hitler. En dat is tenslotte onder Himmler een gigantisch militair imperium geworden met concentratiekampen. Maar goed, aanvankelijk was het niets anders dan een particuliere bewakingsdetachement, Schutzstaffel, voor Hitler.
En dat zijn de, die worden ook ingezet, niet waar, bij de moord op die SA. De SA wordt een kopje kleiner gemaakt. En die verliezen enorm veel leden en die zijn in feite uitgeschakeld als machtscentrum. Maar je weet nu, of je, wie het wilde weten wist nu, dit is zijn lui die voor niets, maar dan ook helemaal niets terugdeinzen. Niet waar, vandaar dat, ja, je zou toch opkijken als je ineens, als je morgen de krant openslaat en het blijkt dat onder leiding van Rutte dat er tientallen invloedrijke Nederlanders doodgepaft zijn. En dat zou het, ja, nou ja, jij lacht erom en terecht. Het is in Nederland zo totaal ondenkbaar, voor compleet ondenkbaar. Hè. We waren al verbaasd over die vertoning in Washington. Hoe heet het? Het Capitool. Ja, op 6 januari was dat toch? Ja. Dat vonden we al een rare vertoning, wat het natuurlijk ook eigenlijk was. Ja, ja, dit. Je wist dus dat deze beweging niets met fatsoen te maken had. En ook voor niets zou terugdeinzen. Anders doe je zoiets niet. Er waren dus toen ook mensen die dachten, foute boel, wegwezen. Ja, dat was al, denk ik, dat was in 33 al het geval. Ja, toch tal van mensen die begrepen, dit gaat volledig de verkeerde kant op. En die vertrokken, Hannah Arendt vertrekt. Naar Amerika? Heel moeizaam en ingewikkeld. Nou, uiteindelijk is ze daar terechtgekomen, maar dat is allemaal via te ingewikkeld nu om uit de doeken te doen. Ik wil best ook eens een keer een verhaal over Hannah Arendt houden. Ja, ik durf het nauwelijks te zeggen. Ook iemand die ik bewonder. We hebben Merkel al gehad, Hannah Arendt. Het is niet toevallig. Ja, ik wil zeggen, dat is het toevallig dat het allebei vrouwen zijn? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het nooit zo gerealiseerd tot dit moment. Maar ook Einstein, die toevallig ergens, hij verkeert buitenslands. En dan zegt hij eigenlijk onmiddellijk tegen zijn vrouw van, we gaan niet meer terug. Terwijl ze net een heel leuk huisje hadden ze en zo. Dat is ook nu een museumpje, een soort zomerhuisje en zo. Nee, hij beseft onmiddellijk dat de terugkeer geen enkele zin heeft. En zo zijn er waarden wel meer. Het feit was natuurlijk wel dat je terug moest kunnen, of dat je weg moest kunnen. He, dat je ergens welkom was. En natuurlijk, nou ja, Hannah Arendt zou tenslotte heel zeer welkom zijn, maar aanvankelijk natuurlijk helemaal niet. Ze is ook nog een nacht opgesloten, ze geloof tenslotte via de Tsjechische grens, is ze weggekomen en vervolgens nog notabene geïnterneerd in Frankrijk, toen Duitsland Frankrijk bezette. Ja, dit voert te ver allemaal, dus anders moet ik dat allemaal gaan uitleggen. Ze heeft het overleefd, de man heeft het overleefd en ze zijn tenslotte via Portugal naar de Verenigde Staten vertrokken. Ja, dus die waren er wel. Als je weg kon, dan uiteindelijk van, daar moeten we nu nog komen over te spreken, van alle Joden die in 1933 in Duitsland woonden, waren toen de Tweede Wereldoorlog begon, was ongeveer de helft geëmigreerd. Maar de helft was er nog. Of dat nou naïef, voor sommigen zal het naïviteit zijn geweest, het zal er waar niet lopen. In Duitsland, hè, heb je het over, niet in de landen die... Nee, het gaat puur en alleen over, ja. Duitsland. Ja, nee, want als je geëmigreerd was naar Nederland, dan zou je het uiteindelijk toch niet overleven natuurlijk. Zeker, dus een aantal mensen die of naar Frankrijk of zo waren uitgeweken, die hebben het alsnog niet overleefd toen Duitsland begon met heel West-Europa te veroveren. Precies, maar er zullen ook mensen zijn geweest toen in Nederland die dit zagen in Duitsland. Die dachten ook, misschien loopt het wel verkeerd af, misschien wel dat heel weet weinig. Ik niet. Hoeveel mensen in Nederland zagen dat dit helemaal verkeerd aan het lopen was, dat is mij eigenlijk niet zo duidelijk natuurlijk. Omdat ook ten dele natuurlijk de beweging in Duitsland en de manier waarop dat gepresenteerd werd ook voor velen een voorbeeld was. Ten eerste was Mussolini dat al geweest en Hitler had dat nog veel meer. Ja, want dit was toch, het hele interbellum is natuurlijk een crisisperiode. Mensen wisten niet waar het heen ging. Het hele optimisme wat de laat-Victoriaanse samenleving had gekarakteriseerd, was de bodem ingeslagen door de gruwelijke ervaringen van de Eerste Wereldoorlog. In allerlei opzichten een bittere teleurstelling, een wond die nooit meer helemaal genezen is, zou je tot op zekere hoogte zeggen, zeker niet omdat die gevolgd is door de Tweede Wereldoorlog, die zonder die Eerste Wereldoorlog volstrekt ondenkbaar is. Maar goed, ja, je had mensen die zagen het wel aankomen. En er waren ook in Nederland wel mensen, ook in Nederland was een vereniging die zich, laten we zeggen, inzette voor de strijd tegen het fascisme.
Maar even goed waren er ook mensen die een voorbeeld namen aan Duitsland. Denk aan de Nederlandse, aan de NSB. Onder leiding van Mussert, die zag er wel wat in. Nu moeten we iets zeggen over het fascisme in brede zin. Er is een hele discussie over de vraag, was het nationaalsocialisme een vorm van fascisme? Nou goed, zoals altijd heb je daar twee scholen in. Dat is één school die zegt van ja, het is eigenlijk gewoon een vorm van fascisme. Zij het een wat fanatiekere en als je wil, een wat efficiëntere vorm van fascisme dan bijvoorbeeld het Italiaanse fascisme. Maar dat is desalniettemin, het is fascisme. Als je naar kijkt naar de doctrines, dan kun je het niet anders dan fascisme. En dan is een groep van historici die zegt nee, het is zo radicaal dat het als zodanig niet, het is een nieuwe vorm. Een soort van fascisme 2.0, zo heet dat geloof ik bij de software, toch? Klopt, ja. Fascisme 2.0. Ik zelf behoor tot degene die zeggen, nee, het is gewoon een vorm van fascisme. Zij het een speciale, fanatieke, verbazingwekkend, energieke vorm van fascisme, dat wel. Ja, bij Mussolini is het ook vaak wel wat meer poppenkast. En als je op de kepen beschouwt, veranderde er eigenlijk geen kloot in Italië, terwijl wel. Ja, Hitler was een radicale figuur die ook de wereld radicaal veranderd heeft. Die Duitsland natuurlijk radicaal in het verderf gestort heeft. Niet waar? Je kunt het Derde Rijk niet anders beschouwen. Zeg, dat lichtje wat bij mij in het oog schijnt, dat wordt nu helemaal wild. Oh ja? Ja, dat gaat rood flitsje heeft die en maar goed, nu is dit waarschijnlijk wel eens de laatste wanhoopskreet van het batterijtje. Denk ik, ja. Ja, dat zal het wezen. Waar we gebleven? Ja, dus ja, ik zie het als een vorm van fascisme. Zij het wel een bijzonder energieke vorm van fascisme. Wat is fascisme? Dat is natuurlijk een interessante vraag. Fascisme, vooral omdat je tegenwoordig wordt dat woord wel erg losjes gebruikt. Trump is een fascist. En, nou, je kunt zo gek niet... Nou. Een piepklein autootje probeert hier de geluidsbarrière te doorbreken in een rustige straat. Ja. Moet hij natuurlijk weer vol op de rem aan het eind van de straat. Wat een energieverspilling. Je denkt ook wel eens, het zijn juist die kleine autootjes. Zeg maar, alleen om te bewijzen dat ze ook met zo'n gemotoriseerde vloot tot iets in staat zijn. Zetten ze even flink wat gas. Dus je moet oppassen met het losse rondstrooien dat iedereen maar fascist is. Ik had nog eens een discussie met studenten. Ik zei, wat is dan volgens jullie een fascist? Ik zei ook, je moet er voorzichtig mee zijn. En het is een historisch verschijnsel. Het is gekoppeld aan een specifieke moment in de Europese geschiedenis. En toen zei een van die studenten, dit was wel al begin jaren 70. Iedereen met een pet op is een fascist. Dat vond ik wel. Het was amusant dat wel, maar nee, dat is dus niet het geval. Nee. Ik zei ook de postbode, ja, dat was de tijd dat de postbode nog niet een soort wonderlijke vrijwilligersleger was, maar ook de postbode, ja, daar had hij ook die postbodes met die petten, pure fascisten, dat was algemeen bekend. Maar goed, dit tussen haakjes. Nee, dat vind ik dus niet. Het is een verschijnsel wat toch direct, kijk eens, het is een verschijnsel wat direct te maken heeft met A, de democratie, B, het 19e-eeuwse nationalisme. Fascisme is een extreme vorm van nationalisme. Het is een strijdvoorvaardige vorm van nationalisme. Maar daarbij komt natuurlijk dat het ook paramilitair is, want fascisten waren altijd bezig met uniformen en zo. Dat is ook het, kijk, was het fascisme ook een vorm van populisme? Ja. Maar wel een vorm die specifiek is voor de jaren 20 en 30 en die natuurlijk volledig afhankelijk was van de Eerste Wereldoorlog, die natuurlijk ook het nationalisme enorm had aangescherpt, plus die ongelukkige drang om uniformen te willen aantrekken. Denk aan Hitler, die voortdurend uniformen aan had. Denk aan al die nazi's, ze waren gek op uniformen, dat was dus wat. Mussolini, idem dito. Denk aan Mussert. Ook altijd uniform en zo. Er waren natuurlijk ook de bekende rituelen, de fascistische groet en zo. Maar dat was een soort van poppenkast. Maar het is een extreme vorm van nationalisme.
En in zekere zin ook een gemilitariseerde vorm van nationalisme. Populisme in de zin dat ze vonden dat het ganse volk, ook ras en volk, dat is bij Hitler volledig uitwisselbaar, het ganse volk moest eigenlijk gekneed worden tot een vechtmachine. He, dus moest zorgen dat de jongeren atletisch waren en in goede conditie en dat de vrouwen flink kinderen kregen die het waren om de kindertjes die aan het front gesneuveld waren te vervangen. Kortom, het volk als vechtmachine. Het volk werd ook gezien als één eenheid. He? Dat is ook de reden dat ze niks van de Joden moesten hebben, want de Joden hadden allerlei internationale idealen. Ze zagen eigenlijk de Joden als ondermijners van die nationale, die hechte, historisch gewortelde eenheid van het volk. De Joden waren altijd voor democratie en voor het parlement. Dat waren allemaal zwakzinnige kletstheorieën wat je nodig had. Een messianistische leider die werkelijk vaart achter zette. Nog is het populisme natuurlijk heel gevoelig voor leidersfiguren. Er is eigenlijk geen populistische beweging denkbaar die bijvoorbeeld geleid wordt door een keurig comité van rustige heren. Dat komt eigenlijk niet. Nee, dat komt eigenlijk niet voor. Dus dat, het fascisme is toch specifiek voor die fase. Het fascisme is tegelijkertijd ook wel meer dan dat. En dat kan ik alleen maar het beste laten zien doordat iedereen even op het internet moet kijken. Sorry dat toch even noodzakelijk is. Umberto Eco heeft jaren geleden, ik schat ergens in de jaren 90, een stuk geschreven. En dat heet Alledaags Fascisme. Er zijn diverse versies, er is een Nederlandse vertaling, er is ook een Engelse vertaling. Het is een magnifiek stuk waarin hij laat zien dat elementen die kunnen leiden tot fascistoïde ontwikkelingen of fascistoïde denken altijd overal aanwezig zijn. En dat het iets te maken heeft met de identificatie met een natie. En dat het voor velen eigenlijk de enige, enigszins bruikbare identificatie is die ze hebben. Je kunt je ook identificeren met een voetbalclub, maar dan, nou ja, vandaar dat mensen dus, die kunnen zich niet identificeren met de Europese Unie, maar wel met Nederland. Dat is een land, dat is een land waar gewerkt wordt. Heel anders dan bijvoorbeeld in Griekenland, waar ze de hele godganse dag aan zo'n tafeltje zitten bij die Blauwe Zee en maar van die stomme oezo zitten te zuipen. Dat is, weet iedereen, en laat staan die Italianen ook van die feestvierden, terwijl wij ons hier uit de naad werken. Nou, dat heb ik geloof ik al eens eerder uitgelegd. Dat wij helemaal niet zo... Als we werken, werken we heel efficiënt. Hè? Maar we werken een stuk minder dan de modale Italiaan en de modale Griek. Ik zeg het maar even. Dat wat betreft het fascisme. Dus vind ik het nationaal socialisme een vorm van fascisme? Ja, zonder meer. Het is een vorm van fascisme. Je had allerlei verschillende vormen. In heel veel landen hadden, zoals je nu heel veel verschillende vormen van populisme hebt in Europa, had je toen heel veel verschillende vormen van fascisme. Maar het is geënt op een specifiek moment in de Europese geschiedenis. Hitler is nu aan de macht dus. Hij heeft zijn vrijwel Hindenburgs dood gegaan, tot zijn grote genoegen, zodat hij niet meer voorop hoefde te staan. Dat was wel een hele vordering natuurlijk wat hem betreft. Er komt ook een huisje in Berchtesgaden waar hij heel regelmatig verblijft. De andere topnazi's kochten er ook een huisje, zodat ze fijn samen konden confereren daar. Je kunt nog steeds daar gaan kijken, het huis is zo opgeblazen, die berg over. Maar door de Amerikanen, ja, vind ik wel jammer eigenlijk. Maar ja, ik vind dat altijd, ja, zou het een bedevaartsoord zijn geworden. Ook dat gekke huis in Braunau is volgens mij ook geen bedevaartsoord geworden. Het ziet er ook helemaal niet bedevaartsoordachtig uit, moet ik zeggen. En nu de vraag eigenlijk, want ja, dat is een hele literatuur, die komt vooral na 45, komt die tot ontwikkeling over de totalitaire samenleving. Waarbij natuurlijk het grote voorbeeld was natuurlijk de Sovjet-Unie aan de ene kant en vanzelfsprekend Nazi-Duitsland aan de andere kant. En in een totalitaire samenleving is alles ondergeschikt gemaakt aan de ideologie en aan het regime wat die ideologie uitdraagt en wat namens die ideologie regeert. En nu is het wonderlijke van de zaak dat eigenlijk
Duitsland wel als een totalitaire samenleving werd beschouwd, maar dat eigenlijk helemaal niet was. Het nazi-Duitsland was een zootje, anders kun je het niet beschrijven. Dus er waren allerlei, onder Hitler had je een hele reeks van die topnazi's, hè, dus dat zijn Himmler en Goebbels en Göring, dat soort van lui. En die concurreerden allemaal met elkaar. En Hitler liet dat ook zo'n beetje zijn gang gaan, want dan, hè, het was een beetje verdeel- en heerspolitiek. Duitsland was, hoe gek het ook klinkt, niet een totalitaire staat. Je had bijvoorbeeld het onderwijs, het geschiedenisonderwijs, ik kan een praktisch voorbeeld geven, werd aangepakt natuurlijk, want de hele geschiedenis moest hervormd worden naar de nationaal-socialistische gedachte. Maar ja, er waren leraren die zeiden, ja, wat is het voor wezenloos gelul, daar klopt helemaal niks van en zo. Ik wil dat niet, ik ben geen nazi, ik heb er niks mee. Nou zou je denken, nou, die wordt meteen van huis gehaald, opgesloten, die hebben we nooit meer eens van gehoord, die is in nacht om nebel verdwenen. Nee, die kregen wel ontslag, maar die kregen gewoon vervolgpensioen. Dat was vrij typisch. Hitler wou ook altijd voor de Duitse bevolking, moest ook gezorgd worden dat ze nog wat te eten hadden, dat ze het niet slecht hadden enzovoort. En dat moet je van de nazi's zeggen, die zijn natuurlijk aan een gigantisch bouwprogramma begonnen. Zowel van woningen als van de bekende, bekende autobanen natuurlijk. Hadden zij dat uitgevonden? Nee. Die plannen lagen gewoon in een bureau, die konden uitgevoerd worden. Dat zijn de Italianen bij mij weten, die met autostrada's begonnen zijn. En er wordt ook altijd gezegd, ja die auto, die autowegen, die vierbaanse autowegen waren voor het Duitse leger. Nee, helemaal niet. Het Duitse leger had er niks mee. Het Duitse leger was volledig geënt op de spoorwegen. Goederen werden per spoorweg vervoerd en niet over de weg. Amerikanen vervoeren het leger over de weg omdat ze volledig gemotoriseerd zijn. Het eerste leger ooit in de wereldgeschiedenis wat volledig gemotoriseerd was, de Amerikaanse in de Tweede Wereldoorlog. Maar de Duitse Weermacht heeft altijd met treinen gewerkt. Tot het eind toe. Nu zijn we, even kijken, nu zijn we wel een hele eind opgeschoten. Hitler is aan de macht. Hitler doet niet veel aan die macht. Hitler was geen reet geïnteresseerd in dagelijkse problemen. Werkt de brandweer in Noord-Holland wel adequaat? Dat kon hem eigenlijk geen bal schelen. Althans dan in de Duitse situatie. Terwijl hij aan alle militaire zaken altijd heel veel en gedetailleerde aandacht heeft besteed. Ook natuurlijk toen de oorlog helemaal liep. Maar hij vond het allemaal even interessant. Dat kwam ook omdat hij zichzelf zag als een groot militair deskundige. Hij had natuurlijk 4 jaar aan het front gevochten in de Eerste Wereldoorlog. En er waren ook wel dingen waar die daadwerkelijk wel verstand van had. En we weten, hebben we wel behandeld natuurlijk, dat door zijn toedoen een magistrale campagne tegen Frankrijk gevoerd is in 1940. Waar de hele wereld niet waar stupefer van achterover viel in feite. Dan hebben we zo'n beetje zijn politieke carrière hebben we achter de rug. Als hij natuurlijk zo weinig aandacht aan de dagelijkse dingen besteedde, hoe wisten ze dan welke kant het een beetje op moest? En daar heeft Kershaw wel een aardig idee voor. Want dat is eigenlijk de basis van dat tweedelige boek van Kershaw over Hitler. Ja, wat mij betreft, ik ben helemaal niet bang voor dikke boeken, maar die twee dikke delen van Kershaw vond ik net iets te veel van het goede, vooral over de jaren 20. Ik had liever iets minder jaren 20 en iets meer misschien later. Maar die zegt, kijk, dat systeem was gebaseerd op working towards the Führer. Ik citeer maar even Kershaw, die een Engelse historicus is. Iedereen wist wel zo'n beetje wat de Führer wilde. Dus werkende weg, om nou even Lubbers te citeren, deden ze wat zij vermoeden, dat de Führer wel een goed idee vond. Want hij lulde natuurlijk zoals gewoonlijk weer alles bij elkaar, want ook nu hij de macht had, was hij nog. Het werd altijd laat daar in die berghoven ook. Want hij lulde maar door en hij lulde maar door. En iedereen moest om 8 uur op, maar hij niet. Want hij sliep tot. Wat was het? Ja, we hebben ook gehad, die Führer sleeft. Dat incident hebben we ook gehad. Ja, dus ook als in Normandië de boel landt, dan ligt de Führer, die ligt te sleven. dat is op zichzelf, ja, vind ik dat een bijzonder sympathiek trekje, maar. Zijn generaals vonden dat in feite niet. Hè? Want ja, je weet, militairen die zijn van vroeg opstaan. Ja,
Ik ben ook in dienst geweest. Je werd om 6 uur werd je de bed uitgeklopt. En dan was het tot 7:30 geen zak te doen. En als de recruiter dan gingen zitten kaarten, dan waren die lui boos. Ik heb ook eens gezegd, jongens, jullie kunnen ook rustig een uur later ons wekken. Want dat werkt precies. Nee, sinds Napoleon stonden ze om 6 uur op. En wat zeg ik, sinds Alexander de Groot. En dat gingen ze niet veranderen daar. Hè? Jongen, jongen. Een dysfunctioneel. Nou. Waren er eigenlijk verkiezingen in de periode dat de naties aan de macht waren? Nou, dat volgens mij niet. Het gekke is dat eigenlijk de hele politieke structuur van de Weimar Republiek, inclusief die machtigingswet, werd voortgezet. Het werd niet afgebroken of zo. Er was ook een parlement en allemaal dat soort van dingen. Maar als er verkiezingen zouden zijn gehouden, dan is het wel vrij zeker dat die ruimschoots gewonnen zouden zijn door Adolf Hitler. Ja, dat is wel evident. Ja, hij was natuurlijk... Ja, ja, al die enthousiasme en hoeveel foto's hebben we niet gezien van die juichende mensen langs de weg. Er waren natuurlijk mensen die grote bezwaren hadden tegen het naziregime. Denk bijvoorbeeld aan sociaaldemocraten en communisten. Daarvan is de top natuurlijk gewoon opgesloten in concentratiekampen, deel van het leven gebracht. Maar een groot deel van de Duitse bevolking vond het prima. Te meer omdat er veel maatregelen werden genomen die, laten we zeggen, de crisiseffecten aanzienlijk verminderden. Je moet je wel realiseren dat Duitsland toen voor onze begrip een armoedig land was. He, maar iedereen en alles was in de jaren 30, wij overschatten de normaliteit van de immense welvaart waar wij mee te maken hebben. Zelfs het verschil tussen ons nu en de jaren 50 is veel groter dan de meeste jonge mensen, wij weten zij veel. Ze hebben nooit anders meegemaakt dan de bestaande toestand. Maar die verschillen waren groot en die waren nog groter in vergelijking met de jaren 30. Dus daar was ook, ja, veel was toch betrekkelijk armoedig. Ik verwijs nogmaals een keer naar die film. Ik bedoel dat met al die kritiek op Netflix en aanverwante verschijnselen, het Babylon Berlijn, dat kan ik iedereen warm aanbevelen. Ik denk dat dat een heel behoorlijk beeld geeft ook van de finale dagen van de Weimar Republiek, hebben die trage. Maar dus het hele bouwwerk van de Weimar Republiek, zij het volkomen uitgehold, blijft bestaan tot de zaak tenslotte niet waar in de nationale suïcide eindigt. En ook in Hitlers en Eva Braun suïcide in de bunker. Nou ja, nu moeten we de Holocaust nog doen, dat is een heel lastig probleem. En dat heeft ook te maken deels met, dat had ik misschien beter uit kunnen leggen. Hè, dus dat feit dat Duitsland helemaal geen totalitaire staat was, maar eigenlijk voornamelijk een rommeltje, zei dat iedereen zoveel mogelijk deed wat het was. Het was wel een Führerdictatuur, maar als je niet lastig werd, werd je ook niet per se opgepakt en in Dachau gestopt, bij wijze van spreken. He, dat was zeker zo. Heel anders dan in de Sovjet-Unie. Je moest natuurlijk wel, kindertjes moesten lid worden van de Hitlerjugend, dat wel. Ja, moet je voorstellen dat je verplicht lid moet worden van een padvinderij die door de overheid georganiseerd is. Het is werkelijk. Met Rutte als symbool. Ja, ik weet niet, zou het met de padvinder zijn geweest? Ik heb geen idee. Hij past wel een beetje in dat beeld. Vooral omdat Hitler zelf natuurlijk een vrij eigenwijs portret was, die nooit van zijn leven volgens mij bij een georganiseerde padvinderij had willen horen. Maar ja, het hoorde er natuurlijk bij. Was Hitler eigenlijk was het meer een Einzelgänger of was het wel een sociaal figuur die het leuk vond om met mensen... Nee, Hitler was een Einzelgänger. Dus hij had niet veel vrienden of mensen waarmee hij dingetjes deed, los van... Hij had wel wat vrienden uit de tijd dat hij natuurlijk... Kijk, als je eenmaal de dictator van Duitsland bent geworden, dan heb je ontzettend veel vrienden. Ja, dat is een hele vervelende toestand, maar dan heb je... Rutte heeft enorm veel vrienden, hè. Want het kan enorm handig uitkomen een vriend te zijn van, hè. Friend of Bill was het ook alweer, toch? Fop, hè? Ja. Dat is hartstikke handig als je friend of Bill bent. Maar niet vrienden in de zin van mensen die hem ook een keer zeiden van... Die hem naast stonden of zo, ja. Nee. Waarmee die... Nee, ook al die eindeloze lulkoek die hij verkocht in de avond en in de nachtelijke uren. Dat was altijd een betrekkelijk groot gezelschap. En daar in die berghoofd, een heleboel van die laden, een ontzettend de pest aan elke dag dat de oude hoer van Hitler aan te moeten horen. Ja, want dat kon eindeloos duren en je mocht niks zeggen natuurlijk. Kon niet zeggen, wacht eens even, mijn Führer, wat is dit voor slap gezeik. Dat kon je niet permitteren vanzelfsprekend.
Hoe lang zijn we nu bezig? Toch van mijn gevoel ben ik net een half uurtje op slag. Ja. Ik had nog eventjes even kijken of... dit is meer een vraag, dit is een als-dan vraag. Die zijn heel veel binnengekomen. Naar aanleiding van eerdere gesprekken. Ja, als-dan, ja. Pansek heet deze man op Telegram. Ik weet niet of dat... Ik denk niet dat dat zijn echte naam. Ik denk niet dat op de brief staat de heer Pansek. Maar goed, als Hitler Rusland niet had aangevallen en Stalin had dat wel gedaan... En die laatste had dan ook met een enorm lange afstands- en aanvoerlijn te maken gehad. Zou Hitler dan vernietigend hebben kunnen terugslaan en alles op het westelijke front hebben kunnen zetten? In hoeverre zou dat geholpen hebben? Het is wel een klassiek staaltje iffy history. Yeah. Ja. Kijk, Stalin zou volgens mij niet hebben aangevallen als Hitler de Rusland niet had aangevallen. Stalin had dat risico veel te groot. Kijk, Hitler was een enorme gokker. Maar dat was Stalin helemaal niet. Het was een aards voorzichtige, paranoïde man. Ja. En dus nee, ik denk niet dat Stalin... Het uitgangspunt is toch van Hitler doet niks in 41 en nu valt de Sovjet-Unie, valt Duitsland aan. Dat lijkt mij geen waarschijnlijk scenario. Ik zie Stalin niet zoiets uitvoeren, nee. De conclusie van Hitler is een beetje dat het geen geweldige stratege was, maar dat hij door zijn overtuigingskracht en ook de bitterheid na de Eerste Wereldoorlog heel ver gekomen is. Ja, dat haalt je de koekoek. Ja, zonder de Eerste Wereldoorlog, zonder het Verdrag van Versailles, zonder een sterk gevoel van vernedering in Duitsland en dat ze de pest aan hadden dat zij de schuld kregen. En de rest helemaal niet, wat ook niet helemaal terecht was ongetwijfeld. Ja, dat zijn die bekende omstandigheden. Hitler is ook... Ja, wie is geen product van omstandigheden? Dat is iedereen in zekere zin. Dat klopt. Ja. Dus Hitler was ook een product van de omstandigheden en van de economische crisis. Als die er niet geweest was, ja. Als de beurskraak in New York zich niet had voorgedaan in oktober 29, who knows? Ja, ik sprak deze week Tessa nog van Tivoli Vredenburg. Ik weet niet of je haar kent. Ongetwijfeld, want ik heb vaak genoeg opgetreden in Tivoli Vredenburg. Ja, dat zei ze inderdaad. Ze zeiden, het is mooi hoe Maarten nog steeds volle zalen weet te trekken. Daar in oktober en november ben je daar ook weer. Ja. En we hadden het erover dat er waren verschillende podcastluisteraars en die zeiden van, is het niet leuk om een keer met luisteraars daar dan ook zo'n live podcast op te nemen? Nou, als ze allemaal komen, dan kunnen we even voort in Tivoli. Hè? Want dat is wat zei je, maar dat 60.000 luisteraars. Ja, die komen niet allemaal, denk ik. Maar ik had het met Tessa over. Toen zei ze, nou, in oktober en november is Van Rossum hier al, dus dan gaat het niet. Maar ze ging nu kijken wat nog beschikbaar was. Dus als jij dat ook leuk vindt om te doen, dan kunnen we dat een keer... Je weet, ik vind het altijd hartstikke leuk om op te treden in het theater. Ik ga in oktober 2 lezen doen over geopolitiek. Zeg maar de veranderingen in de geopolitiek tussen de implosie van de Sovjet-Unie, de opkomst van China en dit moment. Waarbij natuurlijk, dat is de tragiek van deze situatie op dit moment in de wereld. Dat natuurlijk de sterkste natie is nog steeds de Verenigde Staten, maar die heeft zichzelf in allerlei opzichten heel zwaar beschadigd. Waardoor met name de soft power enigszins weggelekt is en... Wij in Europa natuurlijk ook wel begrijpen dat het in de komende decennia anders zal moeten dan sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook een... En bovendien zie je natuurlijk hoe China en de Verenigde Staten bezig zijn om, naar mijn idee, op een nogal onbegrijpelijke en stomzinnige wijze een soort van wederzijdse vijandschap te creëren. Die kennelijk een soort van concentratie moet opbrengen op technologische vooruitgang en allemaal dat soort van dingen. Maar in Utrecht. Ook daar zou ik zeggen, elke vorm van oorlog is altijd erger dan alle andere alternatieven. Ja, ja. Dat is ook in Utrecht hè, dat je dat doet. Dat is in Tivoli. Ja. Dat is volgens mij de zogenaamde hertszaal. Ja, want daar hadden we het over wat de fijnste zaal is daar. Ja, ik vond de hertszaal was ik wel veel fijner dan de grote zaal. Ja, okay. Een klote zaal. Ja. Althans, dat vond ik. Ja, ja, maar zei van hoeveel mensen denk je dan dat er komen? Ik zeg, ik heb geen idee, maar ik zeg als er 250 man zijn, dan mogen we wel blij zijn, denk ik. Nee, de hertzaal, daar kunnen er 600 in en dat een stuk of 500, dat gaat altijd wel. Oké, okay. Nou, daar kunnen mensen ook live vragen stellen, dus we moeten maar eens even kijken of we dat kunnen organiseren. Ja, zeker. Ik heb nog van alles en nog wat te doen. Sterker nog zo vaak dat ik denk, ik moet meer schrijven dan al die dingetjes die ik doe. Ja, maar er is nog één vraag van iemand die zei, want er staan ook een aantal data op internet van theatershows die je niet alleen in Utrecht doet, maar ook in, nou, noemen ze wat, Winterswijk. Zeker, dat klopt. Dat kun je zien. Van Rossum in het theater of zo, ik weet niet precies hoe die website heet.
En dat ik doe, ik weet niet, 2 of 23 theatervoorstellingen alom in den landen. Ja, maar de, als je doorklikt, dat was dus de vraag. Dan staat daar, ja, is nu even niet beschikbaar of kom later terug. Dus iemand vroeg, gaat dat wel door alle coronadingen? Ja. Het gaat wel door? Ja, althans, ik heb niet gehoord dat het niet doorging. En per 20 september zouden er allerlei maatregelen komen. En misschien komt er wel die vaccinatiepas, of in ieder geval die coronapas, waardoor dat theater ook wat makkelijker kan functioneren. Ja, okay. Dus nogmaals, ik, voor zover ik weet, ja, ik ga er niet echt over, ik ben alleen maar degene die in het theater optreedt, gaat dat allemaal gewoon door. Ik heb nog niks, ja, vorig jaar is alles uitgesteld, is alles nog een keer uitgesteld, en nu hoop ik er wel dat het doorgaat. Maar ik zag ook 2022 al erbij staan, dus je hebt er dus al goed voor uitgepland. Ja, zeker. Zeker. Het theaterseizoen loopt tot eind mei 2022. Dus jij staat ook in die gidsen die je per jaar krijgt. Dan staat op een gegeven moment een avondje uit met Van Rossum. Ja, dat woord avondje uit strijkt mij tegen de haren in. Ik bedoel, jij zit en je luistert naar mij, terwijl ik een vlijmscherpe en onvermijdelijke analyse geef van het wereldgebeuren. Oké. Dat vroeg die Tessa ook nog van Tivoli. Ik moest trouwens zeggen Tivoli Vredenburg. Ze zei, want Tivoli, dat is het oude Tivoli. Wat zei ze nou ook alweer? Oh ja, ze vroeg of we er een pauze in wilden hebben als we dit gingen doen. Nee, wij willen nooit een pauze. Nee, dat dacht ik al. Ik doe nooit pauzes. Maar de pauzes zijn er alleen om slechte witte wijn tegen voekenprijzen te verkopen aan het publiek. Dus daar ben ik niet zo'n voorstander van. En bovendien, dan gaan ze weg en dan komen ze weer terug. En dan moet je vaak de hele scene moet je weer opnieuw opbouwen. Dus dat ga ik absoluut niet doen. Ze adviseerden wel dus, om het maximaal 2 uur te laten duren. Ja, dat is een beetje een probleempje bij mij. Dat het nog wel eens 2 uur en nog eens een keer tweeënhalf uur duurt. Maar hoe doen we dat dan? Moet dan iemand achter in de zaal even een seintje geven? Ja, zeker, zeker. Ik heb er wel eens verteld van Die vrouw met die bloemen? Ik, ja. Dat ik als denk was, waarom zou dat er een mevrouw met een bols... Oh, god allemachtig, dit is een signaal, een symbool. Ik moet ermee stoppen. En toen vroeg ik ook, hoe lang heb je er gestaan? Ze had er 3 kwartier gestaan of zo. Je kunt ook gewoon tegen het publiek zeggen, als u het zat bent, loop gewoon weg. En als er niemand meer zit, stop je. Ja, ik heb vaak genoeg gezegd, als u de laatste bus moet halen. Het is vaak van die plekken waar de laatste bus om 9:30 de motor start. Dus dan mag u rustig weggaan. Of als u met de kinderen oppas heeft gearrangeerd dat ze om 9:15 vertrekt. Maar goed, je begint natuurlijk in het algemeen om 8:00. En ik geef toe dat het toch maar heel zelden voor 10 afgelopen is. Maar 11:00? Ga je dan nog doen? Nou, dat haal ik niet. Nee. 11:00, ik heb 3 uur heb ik nooit gedaan. Ja, maar dat is wel knap. Dus schijnbaar heb je jouw interne klok werkt anders. Je denkt van, ik ben net bezig. Ja, zeker. Mijn interne klok werkt heel anders. Zie je vaak, zitten we min of meer gezellig te praten. En dan ben ik verrast dat het al 1,5 uur geleden is dat ik begonnen ben. Ja. Nou ja, goed. De podcastluisterers vinden het fijn, zeggen ze. Dus dat is mooi. Als ze dat zeggen, nou ja, we gaan er maar vanuit. En rij je dan s'avonds ook nog terug? Of laat je terugrijden? Ja, ik laat me terug. Je gaat niet in het hotel bij dat theater je dan slaapt? Nee. Nooit zal ik in Winschoten of in Hoge Zandsappenmeer zal ik overnachten. Nee. Okay. Want daarbij, omdat ik een raar schema heb, ik ga pas om 3:00 of 4:00 slapen. Dus dan zit je dan in het hotel, ja, daar is natuurlijk ook geen flikker te doen, kan je mededelen. Dat ik, we gaan altijd met mijn broer en zus in zo'n hotel vanwege de opnames. Nou, het barleven in Nederland, dat is werkelijk bar. In die zin dat er gewoon geen zaak te doen is. Wij mogen graag ergens om 1:00 of 1:00 nog een borrel drinken. Althans, ik dan niet, maar mijn broer en zus wel. Nou ja, overal, de bar sluit soms om 11:30 al. Dat je denkt, wat is dit voor onzin? Ja, je weet, het gaat licht aan. En... Ja, mensen zijn keurig. Die liggen dan, zie je ook aan de lichten s'avonds op straat. Mensen gaan heel vroeg best wel slapen al. Ja, dus dan zijn wij bitter teleurgesteld. Dat weer. Maar je gaat in het hotel dan ook om 4:00 naar bed? Nou, aangezien ik om 11:00 klaar moet staan met gezenderd en wel, zoals dat heet. Ja. Staan we daar dan wel, sta ik wel om 10:00 op of zo, 10:30 soms wel. Oh, dat is heel vroeg. Ja, dat is voor mij doen hartstikke vroeg. Ben je dan ook chagrijnig? Nee, ik ben sowieso iemand die eigenlijk vrij makkelijk uit zijn bed komt. Oké, ja. Oké. Ja, dat haalt je de koekoek.